Afgelopen zaterdag tijdens de partijraadsvergadering van de politieke partij Percheloer gaf Bronto Somohardje, ondervoorzitter van de partij, aan dat er een regeringsfunctionaris voor zijn leven vecht op dit moment omdat hij verdachte is in 2 strafzaken. Het is aan de andere kant ook logisch. Je wil weten, ik ben zoon van een denker, dus een beetje wat de regen moet op mij druppelen, dus af en toe denk ik ook. En ik heb erover nagedacht. Op dit moment vecht er een regeringsfunctionaris voor zijn leven. Omdat hij verdachte is in niet 1, maar 2 strafzaken. Alhamdulillah, dat Allah ervoor heeft gezorgd dat mijn wegen scheiden met de personen die niet goed voor mij zijn. Ik pleit daarvoor voor een fonds voor de journalisten hier. Een fonds voor jullie allemaal. Zodat jullie genoeg geld hebben om aan onderzoeksjournalistiek te doen. Zodat je nu kan bellen op dit moment en zeggen: PG, welke regeringsfunctionaris is verdachte in 2 strafzaken? Jullie weten wat ik met oliegeld wil doen. Ik wil een gedeelte teruggeven aan het volk, maar ik wil ook een gedeelte aan de journalisten geven. Zodat ze aan onderjournalistiek roepen. PG, zoek maar naar regeringsfunctionaris. Zijn die verdachte in niet 1, maar 2 strafzaken? Hij vecht voor zijn leven. Een van de voordelen, sinds ik geen minister meer ben, is dat ook in mijn brievenbus stukken komen. Net als bij Melvin Bouva van NDP. Als u wilt weten wie belangen heeft in die scalians, kan ik je vertellen. Of niet. Als u wilt weten dat er de afgelopen maanden miljoenen dollars is gestolen bij sociale zaken voor het uitbetalen van onze mensen in het binnenland, kan ik je misschien zeggen wie het is. Of niet. In ieder geval is het niemand van Percheloer. Ik wil daarom, journalisten, een goede relatie met jullie. Want jullie zijn voor mij de bewakers van de waarheid. Jullie zijn voor mij de personen die achter de waarheid moeten gaan. Daarom vond ik het jammer dat ik laatst een stukje las van journalist Armand Snijders, waarin hij zegt dat ik de pest aan hem heb. Een hekel aan hem heb. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ik heb geen hekel aan hem. Meneer Snijders, ik weet niet of je iemand hier hebt. Ik heb geen hekel aan je. Ik weet wat je achtergrond is. Ik weet wat je tragedie hebt meegemaakt. En ik smeek Allah subhanahu wa ta'ala sabber voor jou. Ik smeek Allah subhanahu wa ta'ala kracht voor jou. Dat je de tragedie wat je hebt meegemaakt kan verwerken. En als ik nodig ben om jouw leegte te vullen. Als ik nodig ben om elke keer over mij te liegen in jouw artikelen. Ben ik er voor je. Ik ben niet boos op je. Ik smeek Allah kracht voor jou.